GVVV en VVSB. Niet alleen een vergelijkbare afkorting, maar ook nog eens een keer precies hetzelfde aantal punten in de competitie. Dus de grote vraag is, wie eindigt er boven de ander? Nou, de ideale kans om op voorsprong te komen is er voor GVVV. Nogal lompe overtreding. Scheidsrechter Bijl geeft de strafschop. En Wouter Bonke mag gaan zorgen voor een vroege 1-0 voor de thuisploeg. Maar die komt er niet. Hij schiet op de paal. Geen 1-0 voor GVVV. Eerder dit seizoen werd het 2-0 bij de wedstrijd bij VVSB. Nu dus op Sportpark Panhuis. En hier Jeremy de Graafweg. Er wordt geappeleerd voor buitenspel. Dat wordt niet gehonoreerd, dat appel. En dan maakt de Graaf hem uitstekend af. Assist van Tess Gegert. En heel kalm gebleven door de aanvallen. Omspeelt doelman Valk. En 1-0 dus voor GVVV. 6 minuten voor rust is daar de vrije trap. En Tess Gegert draait hem er heerlijk in. Mooie treffer van Roy Tess Gegert. Aanvoerder van GVVV. En dat is ook meteen het laatste wat we te bieden hebben van deze wedstrijd. Want zo eindigt het tussen GVVV en VVSB. 2-0 voor de thuisploeg.